Nou, dat was een hele mooie show, Winfried en Angelique. Ja, vond het leuk. Spectaculair. Nou, mooi, dank je. Niet in het visje, nu dan niet. Dat is wat doet het met jullie als je zo die kinderen ziet genieten van jullie show? Het is natuurlijk superleuk, daar doe je het voor. Het is leuk om die kinderen eventjes een momentje van verbazing en verrassing te geven in een verblijf, tijdens hun verblijf hier. Oké, komt ie aan. 1, 2, 3, blaas. Men komt wel op illusie af, hè? Dat is volgens mij eigenlijk mateloos populair. Dat was heel leuk. Ja, toch? Ja. Jullie hebben de trucjes uitgelegd. Is dat dan vooral ook de bedoeling dat de kinderen als papa en mama op bezoek komen of opa en oma, dat ze het trucje kunnen uitleggen? Ja, dat is leuk. Dus als ze nu dadelijk op de kamer liggen en dan kunnen ze zelf een beetje oefenen. En als er dadelijk bezoek is, kunnen ze de ouders of de visite in ieder geval een beetje verbazen. Dat is het leukste, dat ze zelf ook gewoon een beetje kunnen toveren. Jullie hebben nu toch heel even Airplay, dus ik zou zeggen, leg die ene truc nog even uit van die... Van de tonnen dood. Nee. Hey, ontzettend bedankt namens de Stichting Kilat en wie weet mag ik nog eens een beroep op jullie doen. Dat vast wel, dankjewel.